Het is echt, het wordt tricky. Het wordt echt spannend. Het is om te huilen zo spannend. Enthousiasper! Welkom bij weer een nieuwe video van Enthousiasper. Leuk dat je kijkt. Dit is een challenge video. En in deze challenge video gaan Maarten en ik alle vlakken van het Monopoly-bord af om op elk vlak in het Eggy een enthousiasme sticker te plakken. Dit is de Zijlstraat in Haarlem. Dit is vlak 1. Denk jij dat het ons gaat lukken om binnen 10 uur alle vlakken van het Monopoly-bord af te gaan? Laat het weten in de comments. Dit is hem. Let's go. Hey ho. Yeah. De timer. Hij loopt. Let's go. Bam, dat is de eerste. Let's go. Volgens onze navigatie doen we er iets meer dan 9 uur over. Dus we kunnen ergens een beetje fout rijden, een beetje marge. Tweede, Bartoljorenstraat. Hadden we net de Zijlweg gehad, de Zijlstraat. Gaan we nu naar de Bartoljorenstraat. Ligt lekker op schema, ik kan er alleen niet bij. Dus, dit is hem. Op naar de volgende, dit was de Bartoljorenstraat. De Houtstraat. Hier plakken we natuurlijk ook weer een stickertje op. Mocht je deze sticker nou zien, maak er een selfie van, zet hem op Instagram. En dan wie weet maak jij kans op zo'n lekker kek mondkapje. Let's go to de gevangenis. Ja, in Haarlem heb je natuurlijk gewoon een gevangenis, de koepelgevangenis. Dus ga wel langs start, ontvang geen 20.000 euro. Ontvingen we maar 20.000 euro. Koepelgevangenis, Monopoly, check, afgetikt. Top, terug naar de auto. We zijn inmiddels onderweg richting Amsterdam om de Leidse straat en de Kalverstraat te doen. Heb jij daar een beetje vertrouwen in? Ja, met parkeren wordt het nog wel lastig daar, Jasper. We kunnen jou natuurlijk wel herkennen van de volgende video. En ja, dan krijg je bent. Koffie, dank je wel. Gouden gozer, man. Mocht je die video nou willen zien, check eventjes rechtsboven in beeld. Waar ben ik? Daar ben ik. Check hier eventjes naar de link die nu erin komt. Een van de trouwe fans van het Enthousiasper kanaal. Wat vind je zo leuk aan Enthousiasper? Helemaal niks. Dip. We zijn er bijna nog een kwartiertje. Dan zijn we de volgende straat. Daar gaan we dan. We zijn nu op plek 1 van de 2 in Amsterdam. Dit is de Leidsestraat. En met deze sticker kunnen we hem aftikken. Weer te hoog, dus het wordt weer helemaal aan de paal. Top. Daar zijn we dan, in de meest dure straat van het hele bordspel, de Kalverstraat. De tweede straat in Amsterdam, na de Leidsestraat. Tijd voor sticker. Hangen die dingen hoog tegenwoordig, joh. Je kan nergens meer een sticker op plakken, dus het wordt maar hierop. Kijk eens. Op naar Amstelveen, here we go. Oké. Beetje asociaal neergezet, maar dat heeft niet. Station Zuid is lastiger te bereiken. Maar het is hier om de hoek. Zo, let's go. Het eerste station van allemaal. Amsterdam Zuid, station Zuid. Top. Let's go. Snel door. We lopen 10 minuten achter. Hopelijk gaan we het redden. Zijn mijn oren goed schoon? Alrighty. Let's go, let's go. Live in Amstelveen zoeken wij de Dorpsstraat. Dit is de Brink. En de Brink is natuurlijk van ons dorp. Ons dorp bestaat niet. Maar hier heb je wel de Brink in Amstelveen. Dus ook de Brink in Amstelveen krijgt een spectaculaire metamorfose. Hier hangt hij hoor, de enthousiaste sticker. Haarlem, Amsterdam, ons dorp / Amstelveen gehad. We hebben station Zuid gehad, we hebben de gevangenis gehad. Nu moeten we naar Den Haag. Een lange rit en ik moet heel nog naar de wc. Dus laten we eens kijken of we dat kunnen combineren. Weet jij waarom de straten die nu op het Nederlandse Monopoly-bord staan, waarom die straten zijn? Ik weet het eigenlijk niet. De Monopoly-spel is door Perry Sport naar Nederland gebracht.
En nou, vroeger was Perry Sport een zeer grote sportkledingwinkel. Met meerdere vestigingen in meerdere steden, in meerdere straten in Nederland. Kijk eens aan, dus je kan zo zeggen dat vanuit vroeger af aan alle straatnamen die op het monopoliebord staan een afdeling hebben van Perry Sport. Weer wat geleerd. We rijden richting Den Haag, aankomst over 28 minuutjes. Hey, we liggen zo'n kwartier achter op schema waar de Maarten. Mochten wij het halen binnen de afgesproken 10 uur, dan moeten we natuurlijk even met bubbels gepompt worden. Dus die hebben we ook meegenomen. Echte Jip en Janneke champagne. Want ja, we moeten daar natuurlijk nog wel weer gewoon naar huis toe rijden. 2 uur en 45 minuten inmiddels onderweg. Nog 8 minuten verwijderd van Den Haag. We zijn in Den Haag, we zijn op het spuiten. Hij hangt. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Spuin. Van deze Spuin zijn we net geweest. Lange Poten. We gaan naar Lange Poten. We hebben één straatnaambordje gevonden met en het plein en de Lange Poten. Dus dat betekent twee vliegen? In één klap. De Lange Poten. Voor op het plein. Top, let's go. Top, dat was Den Haag. Op naar? Op naar Rotterdam. Over 10 minuten komen we aan op het station Zoetermeer Oost. Dat is namelijk onze station Oost. We lopen inmiddels 25 minuten tot een half uur achter. En ja, dat is nog wel een pittere. Denk je dat we nog goed kunnen maken, Maarten? Ja, als we nog een paar van dit soort gelukjes hebben zoals we net in Den Haag hadden, dan gaat het wel goed komen. We zitten inmiddels, en dan pak ik gewoon eventjes de stopwatch erbij. We zitten inmiddels op 3 uur en 16 minuten. Dus ja, we gaan hard. Maar gaan we hard genoeg? Dat is de vraag. Let's go! Op naar Rotterdam, let's go, let's go! Het zit ons ook niet helemaal mee. Hè? We hebben tot nu toe zo'n beetje elk stoplicht wat we tegen hebben, kunnen we tegenkrijgen. En dan gaat ook nog eens de spoorbomen dicht. Dan gaan ook nog eens de spoorbomen dicht. Als wij het nou niet gaan halen binnen 10 uur om alle monopolievlakjes van het monopoliebord af te tikken. Wat is dan onze boete die we moeten betalen? Gooi het in de comments wat we moeten doen. Kijk dat een beetje angstvallig, Maarten. Ja, ik vind het spannend, Jasper. Het zit niet mee, hè? Nee. Eerste halte in Rotterdam, Hofplein. Dus dat kan maar één ding betekenen. Tijd voor een steer. Ik ga hem niet op de gevel plakken. Mocht je hem nou vinden, maak er een selfie mee. Stuur hem naar @enthousiasper op Instagram en dan vind je prijzen. Yes! Halte 2 in Rotterdam, de Kool Single. Belangrijke staat, iedereen kent het wel natuurlijk. Bam, enthousiasper, hij hangt er. De derde halte in Rotterdam, dit is Blaak. Dat is een leuke dag. Dus dan, plak je maar zo laag mogelijk. Ja. Let's go, we gaan nu naar de belastingkantoor. Ja, we hebben de Erasmusbrug openstaan. Gelukkig hoeven we niet over de Erasmusbrug heen. Maar dat kan wel betekenen dat we in een kleine file terechtkomen. Zit ons ook niet mee vandaag, Jasper. Alles wat tegen kan zitten, zit tegen. Nou, we gaan het meemaken of het daadwerkelijk file is. We zitten nu over de 4 uur mark heen. En dan zou je denken, nou, dan heb je nog 5 uur, ruim 5 uur, 5 uur en 50 minuten. Of je bent zo'n uur kwijt van Utrecht naar Arnhem. Je bent zo'n uur kwijt van Arnhem naar Zwolle. Of in ieder geval naar Groningen. Ja, dan ben je weer 2 uur verder. Het is een pittige. Dus, fingers crossed. We willen belasting betalen bij Monopoly. Dit is het oude belastingkantoor van Rotterdam. Let's go, we moeten door. We lopen heel erg achter, dus het is echt nog wel de vraag wat gaan redden. Maar volgende stop, Utrecht. Let's go. Tijd voor weer zo'n Monopoly fact check. Monopoly is natuurlijk een spel waarin je heel veel straten, steden, geld moet verzamelen. Maar nu vraag ik jou, hoeveel Monopoly spellen, dus borden, heeft de groot verzamelaar van Monopoly spellen? Is het A 1000, B 1200 of C 1800? Tijd gaat lopen. Wat denk jij, Maarten? A, B of C? Ja, 1800 is wel heel veel, hè?
Ja? Ja, dan ga ik, ik ga er veilig tussenin zitten. Ik ga voor de 1500. Voor mij was het 1200, maar dat is oké. Okay. Ben het ook niet meer. Het totale aantal van deze verzamelaar is 1800 monopoliespellen. En 1800 monopoliespellen, dan hoor ik je denken, dat is vrij veel. Is het ook. Maar hij is nog niet eens compleet. Want het totaal aantal monopoliespellen dat je kan verzamelen, zijn er 2000. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alle hand. Het beruisen, want ik ken de tekst niet al mijn kant. Zie hem, zie hem. Dat is het elektriciteitsbedrijf van Utrecht. Bam. Dit is hem, Vredenburg Centrum. Echt, het wordt tricky, het wordt echt spannend. Het is om te huilen zo spannend. Laatste straat in Utrecht. De Biltstraat. Dit is wel een straat met hindernissen. Weet je waar het bordje hangt? Daar. Inderdaad, fingers crossed, gaan we het redden? Ja of de nee? Op naar Arnhem! Dit gaat er echt om spannen, nog 3,5 uur. Op zoek naar een bordje waarop staat Velperplein. Bij een gebrek aan een goed bordje Velperplein, doen we het daar mee. Doen we het daar maar mee, toch? Velperplein in Arnhem. Het is wel de parkeerplaats, maar Velperplein blijft het. We zijn inmiddels weer bij de volgende locatie. We komen erachter dat we net het Velperplein gemist hebben. We stonden net daar bij de parkeergarage. Ja, precies. Hebben we een sticker geplakt. En wat blijkt? Het bordje van Velperplein is hier, dus. Hey, ik wil even de groet, even een shout-out doen naar Elke, naar Mark en de drie kids, want die wonen in Arnhem. Ik wil even een shout-out doen naar Bonne. Bonne. Shoutout voor jou. Ik zal hier naar links gaan. Als in, ja, hier mag je niet meer links. Dus dan zal ik verderop naar links gaan. Ja. Nou goed, we redden eventjes fout. Geeft hem niks. Ja. Hopelijk gaan we het redden. Ja, dat is nu even de vraag of we het gaan redden. Want ja, als Maarten fout blijft rijden, dan gaat het niet goed, hè? Nee, dan dit soort fouten kunnen we niet maken, Jasper. Nee, daar kunnen we niet leiden. We hebben zo weinig tijd. Het is 5 minuten lopen. Hebben we er nog tijd voor, waarde Maarten? Ik begin steeds meer te denken dat dit hem niet gaat worden. En dit is hem, hoor. Het kost je 5 minuten lopen, maar we hebben hem. De Ketelstraat in Arnhem. Nou moet ik eventjes denken aan Arnhem. En dan denk ik gelijk aan een video van jou. Die jij hier volgens mij in Burgers' Zoo hebt opgenomen. Zeker, Enthousiasper lacht. Waarin Steffi en ik woordgrapjes hebben gedaan in de Burgers' Zoo in Arnhem. En dan zit je te denken, hey, welke video was het ook weer? Nou, check hem hier. Het staat hier in het hoekje, komt het staan. Dit is hem. Nou, wacht. Dit is hem. Ja, hij deed het even niet. Dit is hem, zeker. Check daar die video uit, Enthousiasper lacht. Hartstikke leuke video met allemaal woordgrapjes. Super cool als je wil lachen. Als je wat minder hard wil lachen, we moeten nu nog 51 minuten rijden naar Zwolle. Voor een waterzuiveringsinstallatie. 7 uur en 21 minuten erop zitten, dus nog 2,5 uur. Dus het wordt spannend, jongens. Het is echt, het gaat op de minuut aankomen. En dat vind ik, vind ik spannend. Ja hoor, dit is hem. Je ruikt het al. Gelukkig is het geen smell-o-vision, maar gewoon television. De waterleiding. 1, 2. Hup, Enthousiasper. Ja, de zon gaat inmiddels langzamerhand onder, zoals je kan zien. Dus de schaduwen worden langer op beeld. En wij komen ook een beetje gek nou op de camera terecht. Maar goed, het is een uur rijden naar Groningen. In Groningen moeten we nog 4 locaties doen. 3 straatbordjes en een station Noord. En dan hebben we het gehaald. En weet je wat ik denk, Maarten? Vertel. Dat we het gaan halen. Ik denk dat we het gaan halen. Op naar Kerkhof. Ah, Kerkhof. Ja, precies die. We zien hem. Kerkhof. Kerkhof.
daar hangt hij. Daar hangt hij. Zoek hem zeker op. Ik heb hem, Maarten. Dit gaat hem zijn, jongens. Daar is hij, de grote markt in Groningen. Snel door. Op naar de laatste. De Herenstraat. Onze laatste officiële straat in Groningen. En die krijgt natuurlijk ook weer een sticker. Wij gaan nu snel naar de auto, want we hebben nu nog 25 minuten om in station Groningen Noord aan te komen. Halen we dat niet binnen 25 minuten, zijn we de lul, hebben we het niet gehaald. Wij hebben nog 6 minuten aan reistijd op de klok en nog 12 minuten volgens de planning. Dus het kan bijna niet meer misgaan. Dit zijn van die momenten, dan sta je nu in één keer stil in het verkeer. Ja, je gaat het niet kunnen zien, denk ik. Dan is je een of andere Groningse is aan het inparkeren, ja, die kan dat niet. Ja, daar hebben wij geen tijd voor, jongens. Daar kunnen wij niet... En ze geeft het nog op ook. Groningen Noord. Ik zie hem als we hier naar rechts gaan. Dan kan het niet missen. We gaan het redden, jongens. We gaan het redden, we gaan het redden, we gaan het redden. Let's go outside. Je hebt ze allemaal uit. Topper. Kijk, ik zie daar heel hoog Groningen Noord staan. Die moeten we echt even in beeld brengen. En dan zit onze challenge erop. Dan hebben we het gewoon gered. We hebben alle vlakjes van het Monopolyport binnen 10 uur gezien. Bam. Dit is het einde. Dit is officieel het einde. Yes, we hebben het gehaald. We hebben het gehaald. In 9 uur, 51 minuten en 43 seconden kan ik jou zeggen dat wij binnen zijn. Woe, feest! Ik ga achter je scooter. Je loopt bijna tegen de scooter. Ik ga dus niet op. Ja. Maarten loopt er al naartoe, die weet precies waar het is. Die zegt ook de hele tijd, er gaat niks boven Groningen, maar die let niet op, want die ziet bijna niet dat hij aangereden wordt. My mama told me that they're my calling.